worden de Chica Kung Fu school of lessen. En eerst ga ik even uitvogelen op wat ik nou eigenlijk ga laten zien. Het is een dikke kans dat dit een unreleased video is worden. Bijvoorbeeld, wat doe je als twee gasten op je afkomen en die twee gasten zijn in dit geval deze twee bomen met die stickers erop. Wat doe je als twee gasten op je afkomen van verschillende kanten om je vast te pakken en je in het water te pleuren en kopje onder te houden? Dat is volledig volledig hier. Dan heb je één. Ik hoop dat mijn voeten werken te zien is. Wacht even. Zoiets. Kijk, die afstand red ik nu niet. Dus wat doe je? Dus één. Twee. En vanaf hier is het daar neerzetten. En daarheen. Simpel als pie. Dus je zet je voet op de juiste plek neer, zodat je meteen in één vloeiende beweging de volgende kan aanpakken. En ik zou gaan voor een flinke schop richting het maaggebied. Dus als je op het borstbeen trapt, dan heb je kans dat je dat breekt in woede. En als je het breekt, dan gaat het bot de longen in en verdrinkt hij in zijn eigen bloed. Dan heb je weer problemen met justitie. En dat wil je vermijden. Je wil gewoon 10 minuten op het politiebureau zitten en zeggen van, sorry, ik heb niks misgedaan. En dat de politie je dan gelooft. In plaats van trappen, zou je het ook met handwerk kunnen doen. Iemand die pakt je, en die pakt je meestal bijvoorbeeld hier bij je t-shirt. Dus wat doe je op het moment dat die arm op je t-shirt afkomt? Simpel als dit. En daarna draai je hem om en duw je hem tegen zijn borstbeen. Want als je er een duwende beweging van maakt, breek je borstbeen. Even snel. Palm strikes. Significant minder stress op je polsen. Want bij de meeste ongetrainde mensen is dit polsbeentje hier is altijd het breekpunt. Dus als je zo gaat slaan en je slaat het maar een klein beetje zo, zeg maar, dan komt er hier stress op te zitten, waardoor je geen tweede slag meer kan krijgen. Nou hebben de Chinezen hebben dit bedacht, palm strikes. Je slaat in feite met dit gedeelte hier in je hand. En dan kun je heel wat meer kracht zetten. Nou, dat was de eerste les. Doeg!